Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken en International Business heeft wat opheldering gebracht in de kwestie rond de zoekactie van de 9-jarige Imarjo Afi, die 14 dagen vermist was in het Stoelmanseilandgebied. Eerder vertelde de minister dat hij na zou gaan waarom zo lang werd gewacht op toestemming vanuit Franse zijde. Tegenover journalisten zei de minister dat het antwoord is dat de Fransen wel toestemming zouden geven aan de politie, maar niet aan het leger. Ze hebben aangegeven dat dus de regelgeving bij hun is dat ze op grond van bepaalde overeenkomsten toestemming kunnen verlenen aan gewapende machten van andere landen om op hun terrein te komen. Er is aangegeven dat van hun kant uit de civiele autoriteiten, in dit geval dus dat is politie, wel toestemming zou worden gegeven, maar de militairen niet. Omdat dat niet in de overeenkomst is opgenomen tussen Suriname en Frans-Guyana, de facto Frankrijk. Dat is de overeenkomst van 2006, meen ik. Wij hebben wel aangegeven dat we dan wel jammer vinden dat ze, alhoewel in de brief voor beide groepen werd gevraagd dat ze niet aan ons tijdig hebben doorgegeven dat politiefunctionarissen, politieeenheden, wel zouden kunnen assisteren. Ramdien zegt dat er geen direct antwoord is gegeven op de vraag waarom het zelf zo lang heeft geduurd met toestemming aan de politie of kennisgeving, welke eenheden zich dan wel op Frans grondgebied zouden mogen begeven. Wat we wel hebben afgesproken, want ik heb wel aangegeven dat dit niet een tweede keer moet gaan gebeuren. Wat we wel hebben aangegeven en overeengekomen is dat we op de agenda plaatsen een aanvulling van de overeenkomst tussen de beide landen, die overeenkomst van 2006, waarbij we voor dit soort situaties een verkortere procedure gaan afspreken. En dan is het niet alleen in geval van vermissing of andersoortige calamiteiten, maar zeker ook op het stuk van bijvoorbeeld als er een probleem is, een natuurramp bijvoorbeeld, of een gezondheidssituatie, dat we dus sneller kunnen reageren, humanitaire aangelegenheden. Een akkoord is volgens Ramdien wel op agenda van de River Council, zodat afspraken zo gauw mogelijk opgepakt kunnen worden. Hij vindt dat soortgelijke gevallen zich nooit meer mogen voordoen.